Je kijkt naar een nieuwe aflevering van De Aanloop. Zometeen gaan we lopen op de Magic Mile in Wijchen. En we gaan kijken hoe het reuzenrad wordt opgebouwd. Maar we beginnen op de plek waar het misschien wel het allerdrukste is tijdens de Vierdaagse. En dat is hier op het station. Voor station Nijmegen. Ja. Is dat het mooiste station van Nederland? Bijna wel. En vooral met in de week van de Vierdaagse. Ja, absoluut. En jij bent assistent stationsmanager. Ja, ik ben assistent stationsmanager van station Nijmegen, Ede Wageningen en Arnhem. Ja. De assistent stationsmanager die zorgt voor het dagelijks beheer, de dagelijkse gang van zaken. Die gaat over het schoonmaken, wat geregeld en al die dingen, zeg maar, wat de hele dag zich speelt op het station, als het maar schoon, heel en veilig is. Jij bent eigenlijk beheerder van die drie stations? Ja, samen met mijn manager. Nou is het hier af en toe druk. Ik heb hier gestudeerd, toen ging ik elke dag met de trein. Dan was het soms echt heel druk, maar zo druk als het tijdens de Vierdaagse, nee, is het hier het hele jaar niet, hè? Nee, dat is alleen in de week van de Vierdaagse, met een topdag op de vrijdag. Met een topdag, want dan komen hier hoeveel mensen, heb je een idee? Ik zou het rond de 300.000. Wat verandert er voor jou in zo'n Vierdaagse week? Nou, de voorbereidingen van de Vierdaagse begint eigenlijk al met het werkteam. Dat start ook in februari, maart al. Zo. Dat is een lijst die iedere jaar eigenlijk terugkomt. En daar staan dingen in die ik moet regelen. Zoals de verlichting moet blijven branden in de nacht, in de nachtelijke uur, omdat we nachttreinen gaan rijden. Ja. Er moeten wc's besteld worden. De schoonmaak moet geregeld worden. Vanaf zaterdag voor de Vierdaagse tot en met zaterdag erop loopt die 24 uur per dag eigenlijk schoonmaak. Nou zei je net al dat het licht moet aanblijven. Normaal gaat 's nachts natuurlijk het licht uit. Ja, in verband met de energiebesparing. Ja. Dan gaat 's nachts de verlichting uit en die blijft dus 24 uur per dag branden. Of in ieder geval de nachturen, zeg maar. Ja. Dan hebben we het ook niet alleen over station Nijmegen, maar hebben we het over de hele regio. Ja, want dat is ook natuurlijk, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Ja. Kijk, hier in Nijmegen gaan die mensen natuurlijk allemaal weg, maar die moeten de hele nacht ergens aan kunnen komen. Ja, maar ook de lopers die vroeg zaten, ja. Die treinen rijden 's nachts door, dus die moeten ook op een verlichte ronde aan kunnen komen. Ja, dus jij moet eigenlijk dat wat je hier doet ook nog een keer doen voor station Arnhem en voor station Ede-Wageningen. Dat loopt tot Zwolle, de hele Achterhoek en richting Den Bosch. Hans, we staan hier midden in jouw werkgebied. Ja. Station Nijmegen. Klopt. Jij bent van Veiligheid en Service. Klopt. Dat betekent? Nou, Veiligheid en Service. Wij zorgen voor de veiligheid op het station. Wij verstrekken reisinformatie. We zijn hier voor de EHBO. En aan de andere kant zijn we ook voor een stukje handhaving en een stukje veiligheid. Dan kan ik me voorstellen, als het zo rustig is en er stapt iemand gewoon snel de trein in om te betalen, dan kun je erachteraan. Tijdens de Vierdaagse staan hier honderdduizenden mensen op een dag. Hoe ziet zo'n dag er dan voor jou uit? Nou, dan moeten we wel wat schakelen. Dan wordt zeg maar, het roken en het drinken, dat wordt dan bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel wat we zien. Ja. We werken natuurlijk wel deescalerend, maar het is niet zo dat we daar echt strikt op gaan handhaven. Mm-hmm. Of constant op handhaven, omdat dat gewoonweg niet kan. Nee. Omdat we gewoon inderdaad, het is zo ontzettend druk, dat we gewoon hier, we moeten hier blijven en we kunnen niet met die mensen mee of in ieder geval daarop handelen. Die Vierdaagse is hectisch. Bereid je je daarop voor, op de dag zelf? Laten we daar eens mee beginnen. Hoe ziet dat eruit? Ik heb standplaats Arnhem-Nijmegen en dan word je eigenlijk grootgebracht met de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is het evenement hier voor Nijmegen en omstreken. En niet alleen voor hier, natuurlijk landelijk is het natuurlijk een heel bekend evenement. Ja. Dus van daaruit worden we daar al natuurlijk sowieso al op voorbereid. En nu eigenlijk al, dan weet je alweer, het zit eraan te komen. Ja. En in de wandelgangen dan hoor je alweer van, hey, we zijn met de Vierdaagse bezig. Ja. Allerlei ludieke acties worden er op touw gezet. Ja. We zijn met wat kleding bezig. En zogenaamde feestkleding, mag ik er niet te veel over zeggen. Oh, voor jou ook? Ja, ik weet niet of wij er ook aan mee mogen doen. Oh. Maar in ieder geval zeer waarschijnlijk wel. Ja. Nou word ik eigenlijk de hele tijd al een beetje afgeleid door dit stukje van jouw outfit. Die camera is nieuw, hè? Ja, dat klopt. Sinds dit jaar? Ja, sinds dit jaar. Ja. Hoe werkt dat precies? Nou, het is een camera die ik nu stand-by heb staan. Ja.
De hele dag staat hij stand-by. En dan wordt er een 30 seconden wordt steeds gefilmd. Ja. Daarnaast kan ik hem ook echt live aanzetten. Als wij gaan filmen, dan moeten we dat ook echt aangeven dat we daadwerkelijk gaan filmen. We kunnen toch niet zomaar iedereen gaan filmen. Nee. Dat is het dan ook niet wat we doen. Nee. Maar stel, er komt iemand hier en die begint hier een scheldkanonade, dan heb je hem wel vast op beeld en dan kun je wel vast... Ja, exact. En dan zou ik inderdaad kunnen aangeven, nou, ik ga nu mijn camera aanzetten om zijn gedrag op beeld vast te leggen. Ja. En dan alle beelden die helpen dan natuurlijk om iemand eventueel veroordeeld te krijgen. Ja, of eventueel bijvoorbeeld een stationsverbod of een treinverbod te kunnen geven. Ja. Nou zei je net al, je begint in februari met de voorbereiding. Dan is het natuurlijk de week voor de Vierdaagse worden hier allerlei dingen opgebouwd. Die toiletten worden neergezet. Dan heb je de week zelf. Ja. Dat is een heftige week. Ja. Wanneer is het allemaal opgeruimd? Wanneer kun je terugkomen hier en denken, nou, er is echt niks aan de hand eigenlijk? Nou, het meeste is zaterdags. Rond de middag is eigenlijk zaterdags alles weg. Oh, ja. Dat is snel. Dan zie je er eigenlijk niks meer van. Op zaterdag loop je nog wel extra schoonmaken om alle dingen die zijn blijven liggen op de vrijdag, zeg maar, waar ze niet bij konden, in verband met de drukte. Dat wordt zaterdags morgens nog allemaal opgeruimd. En dan eigenlijk zaterdagavond, zeg maar, is eigenlijk alles weer spik en span. Dus als ik hier zaterdagavond aankom, dan is het alsof er niks gebeurd is. Helemaal goed.